Goedemiddag, dames en heren. Geïnspireerd door het zondagmorgenprogramma van Christel van Dijk, De Afslagen van het Leven, kom ik op een idee van ook mijn afslagen van het leven nog eens te vertellen in Koetshuis, in die prachtige zaal hier. En ik zou dan van ieder studiejaar... Ik heb eigenlijk niet veel gestudeerd, al juist de lagere klasse gedaan. Maar in ieder studiejaar herinner ik me toch nog een sappig verhaaltje waar ik de kinderen kon mee doen lachen. En dat vond ik dan het begin van mijn praatshow in te zetten. Bijvoorbeeld juffrouw Justine in Poelk in het eerste studiejaar had haar op een dress op een paardenstaart. En ze kwam naar mijn tekening kijken. En haar dress viel toevallig op mijn tekenblad en dat viel van mijn bank. En ik zeg, juffrouw, je stoor valt af. En die juffrouw vond dat ze toepasselijk gezegd, omdat haar flos van haar haar, die een dress op de stoor trok van de zonneblinde. En ik zei zo, ja, juffrouw, je stoor valt af. En ze vond dat ze goed gezegd dat ze erin moest lachen. En de kinderen moesten ook allemaal lachen, omdat ik dat durfde zeggen. Want dat was nog in tijd dat je vinger moest omhoog steken voor iets moeten te vertellen. Enfin, René had dat nogal inslag. En dan in tweede studiejaar, Ifra de Mol, Ifra Bertin, die had nogal overstilte van binnen. En we konden daarmee aan een keer achterbaks lachen. En ik had mijn broer had in zijn slagmuit zeisjes willen pakken. En in plaats van zeisjes zat er een eekhoortje in. En ik had dat eekhoortje mee naar de klas gebracht en in de klas losgelaten. En dat eekhoortje wipte nou onder de juffrouw haar rok en die in paniek op de stoel. En ik zeg, juffrouw, je moet niet panikeren. Als dat beestje geen noten vindt, zal er vanzelf wel van onderkomen. En de kinderen moesten ermee lachen. En dan in het derde studiejaar heb ik ook nog een anekdote. Meester Helpers, meester Pol, die gaf een onderricht over de... over de les van biologie vroeg hij, hoe lang kan een mens leven zonder te slapen? En ik, dat niet gewoon was van rap te antwoorden, ik stond recht met mijn vinger omhoog. 3 weken, meester. Hoe weet hij dat nu zo vlug, straatmans? Wel, omdat ik het gisteravond nog hoorde. Mijn vader zei tegen mijn moeder, Marie, we gaan slapen, want het is 3 weken geleden. En daarmee dacht ik dat een mens kon leven zonder slapen, 3 weken. En dan zo in een paar andere studio's ook zo een paar grappen. Toen ik 15 was, had de meester in de klas met al mijn wispelturig gekras, naast kind soms nog heel, nogal in zijn bras. Voor mij maakte de meester nooit veel tijd. Daarom had ik hem ook graag kwijt, want ik had lang gemerkt, mijn mogelijkheden waren niet toch te beperkt. En ik had immers geen zin in een job van ingenieur. Ik probeerde het maar als coureur. Ik heb 25 overwinningen gevierd, die hebben me verschrikkelijk geplezierd. Maar een onvoorzichtig chauffeur opende in Dilbeek onbewust zijn deur. Ik plofte er tegenaan en ik had als renner afgedaan. Dan lag ik daar met lichaamsdelen gebroken. Door een mirakel had toen op die dag de dood met mij niet afgesproken. Uren heb ik gehuild als een kind, want ik voelde me verloren voor mijn sport die ik eens zo had bemind. Ik kon nog slecht dromen van een koers en van een sprint. Maar een fiets blijft nog steeds zijn beste vriend. En dan, ondertussen, ging ik dan een opleiding volgen voor kapper. En nu ben ik 50 jaar kapper. Vroeger was ik knapper en was ik krapper. Maar met kam en skaar breng ik het nog steeds voor mekaar. Zowel voor hem als voor haar. En ik wil op voorhand beloven, ik knip het haar uit sluim van boven. Ik voel mezelf niet bijzonder, ik knip het nooit of nooit. Dus we spreken dat misschien af op 18 december, zondag namiddag om 16 uur, in Koetshuis in Strijdhem, ga ik dan zo mijn verhaal van de afslagen van het leven aan de man brengen. Zo was synchronisch van in mijn jeugd tot van in de wieg tot, alleen ik moet zeggen, tussen wieg en zwarte wagen liggen 1000 onopgeloste vragen. En ik vind dat een tijd gekomen is voor over mijn afslagen van het leven nog een keer de mooie herinneringen op te halen. Want een schone herinnering, dat blijft toch het enige paradijs waar ik niemand kan verjagen. Zegend, de kalme luisteraar, die mij de dagen van mijn jeugd nog eens laten oproepen.
Gezegend zijn de mensen die me nog in stoel lachen en ook een praatje willen met me horen. Hoezo, ouderen niets meer waard? Wij zijn een fortuin waard. Wij hebben zilver in onze haren. Wij hebben hout in onze tanden. Wij hebben has in onze darmen, stenen in onze nieren en lood in onze schoenen. Wij hebben kalk in onze nagels, staal in onze heupen, plastiek in onze knieën, vol met dure medicijnen lijken wij op houtmijnen. Een mens met zoveel mineralen is met geen miljoen te betalen. Daarom ga ik nog fier door het leven en neem kritiek op als een spons, want door al die rijkdom drijft de economie nog steeds op ons, met de groetjes van de fonds. De kaarten voor de voorstelling van mijn praatshow zullen dan te verkrijgen in Koetshuis of bij mij hier thuis. Fons de Kapper op de Jozef de Schepperstraat. En mijn nummer is 054-33-37-97. Beste mensen, klinkt misschien ongewoon, maar ik speel soms zo graag eens voor kloon. Al is maar van 10 tot 11. In die rol herken ik velen onder u, maar zeker mezelf. Voor velen vinden mijn klonen nummertje maar klein, maar de meeste vinden het fijn. Al leef ik vaak maar op een eilandje van 8 op 10 en moet ik mezelf begeleiden met zware contrabas of frele mandolin. Ik heb het altijd graag gehoord en nog liever gezien. Helaas, mijn deuntje wordt zo vaak door het trieste wereldnieuws overstemd en dat maakt me bang. Het is daarom dat ik zo graag eens voor jullie de klonen uithang.